heel veel leerkrachten, dat heb ik aan jullie nu niet gevraagd, gebruiken eigenlijk die computer zoals ik het doe. Een mooi veredeld krijtjesbord. En de vraag is, is dat eigenlijk dan het bevorderen van een leerproces? Nee, dan zit je helemaal in het begin van je leerproces, namelijk een betere presentatie van inhouden. Maar de actieve verwerking, de integratie van kennis, ga je niet toetsen. Nu, gaan we even verder kijken, vooraleer we naar die resultaten van het onderzoek kijken, gaan we weer even een stapje terugnemen. En we kijken naar HETI 2009, dat is een integratie van een 50.000 wetenschappelijke onderzoeken over wat werkt nu eigenlijk in het onderwijs. En er zit een enorm triestige paragraaf in over technologiegebruik op school. Nu, een vuistregel meegeven, voor de statistici onder jullie is dat geen geheim, maar als wij onderzoek doen, kijken we naar het effect van het onderzoek, niet alleen naar significantie. Want bijvoorbeeld in mijn eigen onderzoek heb ik heel veel significante effecten, maar de leerlingen zijn nog altijd niet geslaagd. Ja? Dus het woordje significant is een beetje een gevaarlijk woord. Maar je ziet hier, in feite, effecten moeten groter zijn dan punt 40 om echt betekenisvol te zijn. En om een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld het geven van feedback in de klas. Dat heeft een fantastische effect size. Dat is van punt 60. Formatief toetsen, dus permanent toetsen, in tegenstelling tot eindtoetsing, dat heeft een effect size van 0,9. Dat betekent 90% van de kinderen die in die situatie zitten, gaan beter, zeer veel beter presteren dan leerlingen die niet die ingebouwde systematische feedback krijgen of die formatieve toetsen. En als we dan kijken naar die technologie, ja, dus er eentje van huiswerk, om u even heel triest te maken, de gemiddelde effect size van huiswerk is 0,29. Dat betekent dus te verwaarlozen. Maar geen depressie krijgen. Dit zijn cijfers die ook gefocust zijn op bijvoorbeeld lager onderwijs. Wel, lager onderwijs is het zeer laag. Ga je naar hoger secundair onderwijs, zo hè. Ja, dus, wetenschappelijk onderzoek, moet je altijd goed weten, wat heeft men onderzocht. En dan gaan we even naar dit stukje kijken. En we kijken daar naar die effect sizes bij onderzoek over technologiegebruik. En daar gaan we. Computer assisted instruction, 0,37. Nee, haalt de grens niet. Web-based learning, je weet wel al die beloftes, vanaf nu gebeurt alles online en we gaan het doen via ons leerplatform op school en zo. Sorry, punt 18. Ja? Eentje interactieve video is wel effectief, maar ik zal u het kostenplaatje niet vertellen om een interactieve video te maken. Ja? Zit je al rap aan 120.000, 130.000 euro. Ik zou daar toch liever een leerkracht of twee voor aanstellen. Ja? Maar gewoon bijvoorbeeld zelfs het gebruik van simulaties, dat fantastisch toeltje, gebruik van simulaties aan zich, 0,33 effect size. Er is dus duidelijk meer aan de hand. Hoe komt het dat we dus vaststellen dat eigenlijk de resultaten zo laag zijn? En vooral, wat is het gevolg daarvan? Leerkrachten zijn ook niet dom, alhoewel dat de pers soms andere dingen beweert. Ja? Leerkrachten voelen ook, hey, er is iets aan de hand. Het werkt ofwel niet voor iedereen, het werkt niet in mijn vak, het werkt niet in mijn situatie. Je ziet dat in feite een zeer beperkt gebruik is van ICT. Iedereen doet het wel. Ja? Dat is wel, iedereen fietst in Vlaanderen. Maar hoeveel fietsen ze? Ja? Hoeveel kilometer fietsen ze gemiddeld? En we gaan eens even gaan kijken, hoe komt dat? Wel, een van de hoofdredenen is dat heel veel van die technologie u in feite niet helpt om andere beslissingen te nemen over leren, over instructie, of hoe dat samenhangt met je school. Nee, en wij stellen er altijd die vraag rond, ja, maar wat is dat leren dat je eigenlijk in die tool, of in die simulatie, of in die app van tegenwoordig naar voren komt? En vooral, wat moet ik doen als leerkracht om dat leren dan te bevorderen? Ja? En wat is de rol van de school daarbij? Die technologie lost dat niet op. Dat betekent, je moet eigenlijk enorm veel extra doen vooraleer dat het ding kan gaan werken. En dan toch maar even een definitie meegeven. Als wij het hebben over instructie, dan gaat het eigenlijk over dat je beslissingen neemt over doelen, inhouden, werkvormen, evaluatie en media. Nu, wat is een computer? Dat is gewoon een medium. Dat betekent al die andere beslissingen hebt u nog altijd in de hand of u laat zich hijzelen door die app. Nee, want die app geeft ook ingebouwde inhouden, bepaalde doelen, een bepaalde strategie. Maar normaal weten wij dat een leerkracht, u zit hier,
met uw eigen kenmerken. En al die leerlingen met hun eigen kenmerken, en we weten vooral in Vlaanderen dat ze nu verschrikkelijk verschillend geworden zijn, die gaan we in een instructieactiviteit steken. En daarin is een medium, die tool, die ICT, maar één klein elementje. En we hopen dat dit leidt tot leeractiviteit. Wel, voor mij is het geen wonder dat eigenlijk media zo weinig effecten hebben. Aan zich. Tenzij ze netjes ingebed worden in een leerling. Laten we even een voorbeeld nemen. We gaan even kijken naar een kleine videoclip. Het gaat over optellen. En u krijgt hier oefeningen aangeboden. Nadat u uw eigen persoonlijk konijntje hebt gekozen. U mag ook uw kleurtje kiezen. U mag er een naampje aan geven. En bent u nu klaar om mee te doen aan de wiskundewedstrijd? Hier ziet u de opgave en u springt dan over het juiste poortje. En u springt samen met vriendjes, namelijk die andere konijntjes. Nog veel langer? Iedereen kan nog blijven stilzitten? Ja? Oké. Wat een rust. En nu ga ik iets helemaal anders doen. Ja? Ik ga nu aan jullie vragen, of niet eerst helemaal, eerst ga ik jullie mening vragen. Moest u in een situatie zitten waarbij u verantwoordelijk bent voor het aanleren van dat optellen en straks dat aftrekken, in welke mate zou u dat in feite gebruiken in uw klas? Nul, helemaal niet. Ja? En uiteraard, 9 betekent zonder twijfel zou ik deze app gebruiken in mijn klas. Ja? En we gaan het even boeiend houden. Ja? We zien uw mening en hier staat de 0, dat is 1/3. En je ziet ook hier nog 1/3, hier 50% en toch wat mensen rond de 5, 6, 7. Laten we het ons even anders stellen, deze discussie. En we gaan even samen getallen maken. Willen jullie even allemaal recht staan? Ja? En in plaats van met die computer gaan we zelf konijntjes spelen. Ja, allemaal oortjes. Hop. En maak even met uw vingers uit te strekken het getal 5. Ja, 5. Maar nu opnieuw 5, maar anders. Ja, opnieuw 5, anders. Ja. Oké, u draait zich naar elkaar per 2 of soms per 3. Ja. En nu gaan we samen getallen maken. Voor de goede orde ga ik op een stoel staan. En u maakt nu samen, en u mag niet praten, het getal 9. Sst, niet praten. Opnieuw 9, maar anders. 7. 3. 3 anders. Oké, gaat u weer zitten, dank u. Het is toch ongelooflijk dat jullie dat allemaal willen doen, eigenlijk. Ja. Dat is goed. Maar mijn eerste vraag nu aan jullie is dus nu, van als je nu daarnet die app, de Bunny Race, bekijkt en je bekijkt die activiteit met samen getallen maken, wat verkiest u? 0 of 1? Wat verkiest u? 0 is de bunny, is dat konijntjesapplicatie, of samen getallen maken, wat verkiest u? Mooi. Ja. We zien 90% kiest in feite het samen doen. Ja, is die applicatie nu slecht? Wel, dat heb ik nooit gezegd. De vraag is, waar past in feite die applicatie, waar past die in een leerlijn? En dus zomaar in feite die apps kopen en beschikbaar stellen eigenlijk in een klas aan hele heterogene groepen, mag ik dat er ook nog even bij zeggen, ja, roept onmiddellijk dat probleem op van, ja, maar zijn die kinderen daar wel klaar voor? Past dat eigenlijk wel in die leerlijn? Hier krijgen we een ander voorbeeld. Dat is voor dat heel groot ding, zo'n tafel, die eigenlijk een beetje een tab, zo'n app zou je dat kunnen zeggen, op een reuze tablet. Hier staan in feite 3 kinderen en die moeten samen die optelling maken, 23 plus 4. Voor elke vinger dat je neerzet, gaat de teller voor de optel, voor de optelsom, ja? Voor het totaal. En dus moeten continu zij afspreken. Dat is alweer iets anders dan alleen
voor een tab zitten, ja, of voor een computer zitten en de oefening maken 23 plus 4. Waarom? 1. Je bent samen met anderen bezig. Je bent zeer actief betrokken bij de analyse van de opgave. Je moet afspreken met anderen en je moet checken of het resultaat klopt. Trouwens, die app lost dat ook een beetje voor jezelf op. Dus je ziet opnieuw, deze app gaat al een beetje helpen in een voorfase. Dus die kan al wat vroeger gebruikt worden. Dus u als leerkracht, aha, die kan ik daar inschakelen. Ja, maar ja, voor 5 of 10 minuten? En dan begint weer het andere werk. Dus de vraag is, dat inschakelen in die leerlijn, dat stelt nogal wat. Actief leren. Hier zie je een kleuter. Dat is dus een interactief whiteboard. Dat is eigenlijk in een schooltje hier in Gent, een kleuterschool. Ik geef doelbewust ook voorbeelden bij kleuters en lager onderwijs. En die is een verhaal aan het vertellen en is ondertussen aan het tekenen. Nou, je kunt dat ook doen aan het bord. Je kunt dat ook doen op een whiteboard. Je kunt het ook doen met een pot verf op papier. Met een klein groep. En dat is trouwens in een kringgesprek. Ja. Nu, het leuke is hier, alles kan opgenomen worden. De tekening, hoe ze ontstaat, kan als een soort programmaatje bewaard worden. En in deze school plaatsen ze dat dan op de website voor de ouders. Als een soort communicatie. Ah ja, wacht. Dit past dus weer in een ruimer verhaal. Ja, want waarom zou je kleuter voor een whiteboard zetten en kladderen daar wat? Ja? Goed. Ja, en dan staat ze wat te mompelen, want ze is verlegen. Maar dat weten we. Maar is een relevante ervaring die in feite zo gaat structureren. Ja? Hier heb ik nog een hele andere. Dit is een leerling. Het gaat over computers, maar technologie, dat is alles tegenwoordig. Dus krijgt een digitale camera de hele dag. Morgen is het een andere leerling. En die neemt foto's. En die gaat dan samen met de juf, in de namiddag, in de vroege namiddag, gaat hij de foto's overlopen en selecteren in functie van een gesprek op het einde. Over wat hebben we allemaal gedaan. Ha, opnieuw, die technologie past in een lijn. En in een systematiek van wat je allemaal in feite kunt gaan doen. En is dus niet zomaar, oh ja, elke beurt mag je wat foto's nemen. Nee, er is een doelbewust een keuze gemaakt, een beslissing om dat op een bepaalde manier te gaan gebruiken. Dus je ziet hoe dat die computers, informatie- en communicatietechnologieën, ergens een plaats krijgen in de leerlijn. Andere leerkrachten gaan dat bijvoorbeeld een ervaringscyclus noemen. Laatste thema voor deze namiddag is samenwerkend leren. Ik heb er al een paar keer aan aangeraakt. Veel van die apps isoleren leerlingen. Ja. Terwijl juist de rijkdom in feite van ons onderwijs is dat je anderen hebt. En ik heb bijna continu geprobeerd toepassingen naar voren te schuiven waarbij je samen toch weer met anderen bezig bent. Keer ik namelijk terug naar dit raamwerk, dan kun je samen dingen doen en ervaren en gaat het reflecteren daarover gemakkelijker gaan. Kun je uitwisselen van ervaringen, bespreken, beschrijven, rapporteren, communiceren. Wat dan leidt tot, en daar is die leerkracht weer belangrijker bij, naar die abstractie. Want die gaan de leerlingen hierop maken. Daarvoor hebben ze u nodig. Wij zijn abstracteurs. Wij zijn de monteurs van in feite cognitie. Wij moeten dit allemaal gaan gebruiken om dit aan te brengen. Of dit aanbrengen om dat uit te lokken. Je mag op verschillende plekken beginnen, eigenlijk in die cyclus. Dus dat samenwerken komt dus meer en meer naar voren. En daarom zijn ook meer die tablets nu in zwang. Omdat zij gemakkelijker kunnen meegenomen worden. Gemakkelijker in een groep kunnen functioneren. U neemt ze mee en gaat ermee op stap. Ja? Dus hoeveel mensen zie ik niet bezig? Eigenlijk meestal zo doen. Hè? Dus, op die tap. Hè? Of zup, zup, zup. Het leukste is als dan een kleuter eindelijk een Suske en Wiske boek krijgt. Een echt. Dan ook probeert om die plaatjes groter te maken. En dat werkt niet. Papa, boek is kapot. Ja, dat is het gevolg van technologiegebruik. Nu, mag ik toch even weten bij jullie in welke mate jullie samenwerkend leren al invoeren in uw school? Gewoon even je hand op. Wie gebruikt het elke dag? Samenwerken. Ja? Minstens 2 keer in de week? Ja? 1 keer in de week? Oké, ik heb een beeld. Ik heb genoeg. Dus dit samenwerken is in Vlaanderen geen dominante werkvorm. Terwijl als ik jou de onderzoeksresultaten tonen, zijn die onomstotelijk superieur aan individueel leren. Alleen moet je het organiseren, moet je daar structuur aan geven. En dat is dikwijls dan eigenlijk een probleem. En bijvoorbeeld hier, samenwerkend leren, altijd hoger dan punt 40 tot zelfs punt 59, punt 54. Alleen moet je het georganiseerd krijgen.
Dus je ziet dat die computers daar een tool worden voor samenwerken, voor uitwisselen, voor presenteren, voor, excuseer, dat moest rapporteren zijn. Dat komt uit het Engels, reporten. Ja, okay. En dus je ziet dat hier veel van de waarde van die ICT, heb ik ook proberen aan te tonen met die andere applicaties, hangt eigenlijk af van de sterkte van dat groepswerk. Hier zie je bijvoorbeeld hoe leerlingen een samenvatting maken in het Engels van een tekst. Je hoeft dat niet te kunnen lezen. Dan heb je een andere leerling die stuurt commentaar. Die heeft een gestructureerd blad om commentaar te geven op hoe heb je je samenvatting gemaakt, gebaseerd op criteria. Die volgt de 5 criteria. En dan maakt die eerste leerling een nieuwe versie van haar samenvatting op basis van die feedback. Dat is ook samenwerken. Maar je ziet hoe het samenwerken ingebed zit eigenlijk in een volledige cyclus. En een cyclus waar bijvoorbeeld feedback centraal staat. Want daar zien we peer feedback, dus leerlingen die elkaar feedback geven, dat dat eigenlijk een zeer sterk mechanisme is, zeker in feite in het lager secundair onderwijs. Kleuter kun je een beetje doen, maar wat minder handig. De grote vraag is nu, werkt dat nu ook zo in mijn klas en in mijn school? Dus veel leerkrachten, veel scholen zeggen, ja, sorry, maar in mijn klas, bij mijn leerlingen en mijn school, ik twijfel eraan of dat werkt. Maar hier krijg je dan in feite de nieuwe trend, is dat meer en meer leerkrachten, maar eigenlijk leerkrachtenteams in scholen, eigenlijk zeggen van, laat het onszelf uitzoeken. En dat ze eigenlijk bewust vanuit een soort schoolbeleid, een soort actieonderzoek opzetten, om te gaan kijken, werkt dat in onze school? Dus niet zomaar tablets invoeren, zomaar computers invoeren, maar alsjeblieft kijken, werkt het? En dat doe je dan niet meer alleen. Daar kun je ook begeleiding bij vragen. Er zijn nog wat begeleidingsdiensten die daar ook willen bij ondersteunen. Maar uiteindelijk begint het bij u en uw leerkrachtenteam in uw school. We zullen even allemaal samenvatten. Waar komen we dan eigenlijk uit? Wel, ten eerste dat eigenlijk die computers wel een grote invloed hebben op het onderwijs. Maar niet altijd een positieve invloed. We merken dat er nogal wat frustratie is, ook in Vlaanderen, over beschikbaarheid, toegankelijkheid, onderhoud, de aard van de technologie. Wij krijgen computers van de school, maar het is eigenlijk niet wat we nodig hebben. We krijgen software, maar het is niet wat we nodig hebben. Het beïnvloedt dus het onderwijs, maar niet alleen doordat we zelf keuzes maken, doordat dikwijls ook de omgeving keuzes maakt. Herinner u de school die onder druk stond om tablets te gebruiken. Maar daar start in feite jullie rol. Als dat ding er dan komt, wil je alsjeblieft je verantwoordelijkheid nemen om te kijken, dient dit wel in feite leer- en instructieprocessen? Met andere woorden, dient het inderdaad die doelen, de keuze voor uw doelen, de keuze voor uw inhoud, voor uw strategieën, uw media en uw evaluatie? En waarbij je heel veel aandacht hebt eigenlijk voor die leerlijnen, dat actief leren dus daarbij centraal staat, want je gaat actief met die technologie aan de slag. En dat je niet vergeet dat samenwerkend leren daar nog een versterkende factor heeft. En het laatste, dat in feite u, vooral als leerkracht, eigenlijk primair altijd een soort onderzoeker bent. Bedankt.